bedankt voor het kijken naar een nieuwe video. Wij gaan vandaag babyvoeding proeven en raden welke smaak het zijn. Babyvoeding uit potjes. Als wij straks onze kleine er is, dan willen wij dat eigenlijk graag zelf vers gaan maken. Dat zeggen we nu. We zien wel dat het straks gaat lopen. Ja. Er staat hier in de kast een hele mooie keukenmachine. Waar we nu geen plek voor hebben. Maar straks in het nieuwe huis met de grote keuken wel een lekker plek voor hebben. Hopelijk gaat dat gewoon lukken. Maar voor nu zijn we natuurlijk wel benieuwd hoe dat proeft. En het is natuurlijk gewoon hoe dat smaakt. En het is natuurlijk gewoon wel heel grappig om te kijken of onze smaken een beetje ontwikkeld zijn. Ja. We hebben beide 5 potjes uitgekozen. Van verschillende merken, ik in ieder geval. Oh, ik niet. Oh, nou, ik wel. Ik ben benieuwd. Wie gaat er winnen? Ja. We gaan het zien. Let's go. Ga ik eerst? Ja. Oké, cool. Ogen dicht. Ja. Even kijken wat voor verrukkelijk ze in eerste instantie hebben. Oh no. Oh, dat klinkt wel heel vies. Wil je een volle lepel of wil je gewoon een klein hapje? Gewoon eerst een hapje. En mag ik ook ruiken? Oh ja hoor, als je ook even wil ruiken, is ook prima. Niet aan mijn neus meer. Nee, doe maar ruiken. Oeh, ik kan het. Ik ken het wel. Oké. Oké, komt-ie. Dat is een beetje zwerig. Moeilijk. Ik herken wel de geur. Iets van rode biet? Nee, staat niet op de kaart. Is het wel in de buurt? Nee, qua kleur ook niet echt. Het potje is redelijk uitzichtbaar, dus je kunt je ogen openen als je wil. Oh. Zeg het maar, ik weet het niet. Het was van de Biobim. Ze zijn gezond bezig, biologisch. Het was 65% wortel. Het was een légume varié, een gemengde groentepotje. Dat is een beetje tricky. Maar 65% wortel, een beetje aardappel in, spinazie, pastinaak en preien. Maar als geproefd. Als begin dacht ik wortel is wel... Het smaakte naar niet zo heel erg veel. Nee, ik vind het echt vies. Ja, het was niet zo lekker. Wat is dit voor merk? Biobim. Ik ben naar de super moeilijke biologische supermarkt gegaan. Oh, oké. Okay. Ik denk, dan heb ik iets wat jij sowieso niet hebt. Dat is waar. Dacht ik. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Waar gaan we eens mee beginnen? Deze. Heb je je ogen dicht? Ja. Wil je ook ergens ruiken? Ja hoor. Donker maar vermoeden dat je de lepel vol op mijn neus gaat doen. Nee. Een beetje in het al, is niet leuk. Okay. Ik krijg bijna niks, kom maar. Oh, dat is niet lekker. Kan ik mijn ogen open doen? Als je hem zo in je hand houdt, dan kan ik hem niet echt zien. Ik denk dat het een beetje een rooierig dingetje is. Ik denk dat het een fruithapje is. En ik denk dat het iets met aardbeien te maken heeft. Maar het was niet lekker. Wat is het? Het is sowieso geen fruit. Oh. Het is groente.
Ja, ik ga niet vragen om nog een hapje, want dat was echt niet lekker. Maar wat was het? Ik ben echt benieuwd. Het was pompoenrijst. Oh, van Olvariet. Ja, 70% pompoen. Een beetje zo'n vlakke pompoensmaak, dat klopt wel. En verder zit er water en rijst in, dus is eigenlijk, volgens mij is dit best... En er niks erbij? Nee. Netjes, oké. Okay. Ja, ja, vond niet zo lekker. Gaan we weer door naar de volgende. Oh ja. Oh, hoe gaat het? Even een stokje water, want ja, het is nog steeds vies smaak. Het is niet zo lekker. Oké. Veel te leuk, dit is echt heel vies. Wat een heerlijke geluiden komen hier uit dit potje. Super. Het voelt een beetje dikker. Het klinkt een beetje dikker. Ik kan het zeggen, je voelt nog helemaal niks. Oké. Wil je ja, ruiken? Ja. Oké. Eeuw. Oké, proeven. Daar ga je. Zo, ja, een beetje brokjes. Godver. Ik heb hem vast, dus je kunt je ogen open doen als je wil. Oh, dat is echt heel vies. Je kan je ogen open doen. Ja, ja. Godver, dan ga ik echt mijn kind niet geven. Nee, I know. Wat voor kleur denk je dat het heeft? Bloemkool. Oh, dat, ja, dat had gekund. Maar dat is het niet. Is dat wit? Nee. Het is wel bleek. Rijst? Nee. Dat is geen... Dat heeft geen smaak. Nee, maar smaakt het wel uit. Het heeft ook altijd geen smaak. Het is gewoon een beetje... Ja. Een beetje korrelig. Ja, I know. Ik ben benieuwd of we één goed gaan hebben trouwens. Het is echt in. Vies. Moet je het weten? Ja. Dat is een beetje koekje eigenlijk van eigen Dave. Dat was het bedoeld. Oh, maar deze is echt heel vies. Ik denk dat voor mij was niet zo vies. Ja? Echt heel vies. Oh, tenminste een stukje erin. Gadver. Echt smerig. Met rijstemeel. Ja, zie je? Ja, dat... Ja. Dat proefde ik hoor. Het lijkt toch een beetje zo'n melig iets in je mond achter. Ik vind hem niet zo vies. Oh, ik wel. Hij is jij lekker op. Heerlijk, dat is mijn avondeten. Oké. Okay. My turn. Ja. Ogen dicht. Ik heb wel tijd voor een slokje water. Ik heb ook echt best wel wat makkelijker gedaan voor jou hoor. Oh, echt? Ja. Oh, ik niet. Oh, fijn. Dat is echt lullig. Ogen dicht. Ja, zijn dicht. Oké. Okay. Oké. Okay. Nee, je mag niet kijken. Oké, okay. Ik zit hier gewoon. Oh, dit is wel lekker, denk ik. Ja? Dan is het iets met fruit. Ik denk dat je dat namelijk niet echt vies kan maken. Oké, okay, maar... Je moet het hoofdingrediënt houden, hè? Oké. Okay. Eerst ruiken? Ja. Ja, kom maar. Ah. Ja, dit is een fruithapje. En het hoofdingrediënt is sowieso aardbei. Nee, het is het tweede ingrediënt. Oh, kut. Maar ik denk dat je niet. Mag ik wel het meest? Ja. Is wel lekker. Ja, deze is echt lekker. Je proeft echt aardbei. Ik denk ook dat het een beetje rode kleur heeft. Ja. Ja. Wat zou het hoofdingrediënt kunnen zijn? Sinaasappel, denk ik. Nou, appel. Oh, appel. 75% appel, 20% aardbei en 5% bosbes. Oh, organic. Dan krijg je een half punt. Ik krijg een half punt voor die rijst. Nou, vooruit. Oké. Okay. Ik wil nog een appel. Ja. Het is gewoon lekker. Ja. Het is wel lekker.
Ja, het is een soort appelmoes, maar dan met een soort aardbeien twist. Ja. Ja. Wil je deze bij je frietjes worden? Met me wat? Bij je frietjes. Ja, ik neem dit bij mijn frietjes. Organics. No junk. Promise. Staat er. Cool. Dat maken we allemaal goede keuzes, joh. Ja. Oké. Okay. Alright. Oh, even. Your turn. Even kiezen. Ja, we gaan voor deze. Oh, even laten zien. Volgens mij kan ik het los. Alright, dank u. Oké. Komt ie. Peer. Nee. Zeker wel. Nee. Appel. Mag ik mijn ogen open? Ja, correct. Appel? Ja. Als je bonuspunten als je het tweede ding raadt, dan zitten er maar twee dingen in. Echt letterlijk maar twee dingen. Dat is wel moeilijk hoor. Ja. En als je. Als, oké, okay, stel je kijkt nu naar de kleur, weet je het dan? Daarna? Nee. Iets obscuurs. Rozijnen of zo. Oeh, nee. Dat weet ik niet. Pruim. Oh. 25% pruim. Maar gaan ze daar niet heel erg van aan de scheetjes? Weet ik niet. Pruim, hè? Geen idee. Volgens mij wel. Ja? Spannend. Maar het is wel lekker. Ja. Nou, je doet het zelf wel op. Ja, weet ik wel. Oké, jij bent. Right, over dicht. Okay. Ben benieuwd. Heb je nog een hele ellendige voor me of niet? Zou ik niet. Oh, oké. Okay. Wat voor backtrack je nu? Kan je dat horen of zo? Ja, ik hoor zo. Oké. Eerst ruiken. Ja. Oeh, die ruikt lekker. Ja? Ja. Banaan. Zie, ik heb het echt makkelijk gemaakt. Maar je ruikt het al. Mm-hmm. Dat is heel lekker. Oeh, is wel zoet ook. Heel zoet. Maar ja. Is het alleen maar gepakt banaan? Wolverriet. Het is onmogelijk leesbaar. Dat is lekker. 98,9% banaan. En eetmiddelen. En groente. 9 geconcentreerd. Citroensap. Oké. Okay. Geconcentreerd citroensap. Glutenvrij. Koelmelk uit het vrij. Nou, dit is gewoon ook gewoon goed dan. Geen suikers of zo. Het smaakt ook wel zoet. Ja, en een beetje zuur. Dit zou het wel geven. Snap ik ook wel. Ja? Ja. Oh, hallo. Wil je ook een hapje? Hoi Luna. Oké, je zit er wel een beetje voor zo. Oké. Oh, die was wel lekker. Maar waarom heb jij het voor mij zo moeilijk gemaakt dan? Nou ja, weet je.
Dat is een beetje een uitdaging. Ja, ik heb het echt best wel makkelijk gemaakt. Want ik dacht, nou, dat kan je anders nooit raden. Oké. Okay. Alright. Ja, dit moet je lukken. Denk ik. Zo. Ja. Dat is moeilijker dan ik dacht. Oké, eerst ruiken. Het ruikt ook een beetje raar. Ja! Is het groente? Dat zeg ik niet. Kom. Het is niet vies. Het is niet vies, maar het is moeilijker dan ik dacht dat het zou zijn. Peer. Wow, in één keer! Ja, en bonuspunten voor de tweede? Het is 62% peer. Die proef je wel heel stevig trouwens. Ja. Peer? Mhm. Ook lekker weer. Mag ik maar wat? Ja hoor. Oh. Ik ga toch voor appel. Ja, dat is het ook. Oeh, dat is een vol punt. Nou, dat is een extra punt. Oh? Ja? Wat niet helpt is dat we de spelregels niet echt houden. Dus ik weet niet wat de punten tellen. Maar dat maakt niet uit hoor. Ik eigenlijk ook niet. Blijkbaar een extra punt. Wie heeft er nog? We hebben nog. Ja, weet ik. Nou? Ik heb er nog twee. Oh ja, tuurlijk. Ik heb wel, okay. ik ga daar met een knaller uit. Voor de beeldvorming. Het is 7 uur, we hebben nog niet gegeten. Dus ja, ik heb honger. Oké, jij bent. Right. Oh, dicht. Nou, nah, ga nou even weg. Staat er voor. Nou, Luna wilde heel graag bij zijn. Ja. Oef. Oh, ik ruik hem tot hier. Wat is dit? Dit is een vieze luier. Als je dit aan mijn neus doet, word ik niet zo vrolijk. Wil je het ruiken of niet? Ja. Oef. Nog een keer? Nou. Ja, jij blijft het roepen. Oké, kom. Ik hoef het niet te voelen, geloof ik. Deze is groen. Ja. Ja, hè? Ja. Maar het is iets met doperwten. Nee. Wat? Broccoli? Ja, broccoli. Half punt. Broccoli. Dat is gewoon broccoli. Oh, alleen maar broccoli. 84% broccoli en 16% water. Hij stinkt vooral, maar ik vind hem niet vies. Nee? Doe na. Aandacht! Ik vind hem niet vies. Gadver. Ja, nee, ik vond hem wel oké. Een beetje asbak smaak. Maar ik snap dat... Oh, waarom zou je dit aan je kind geven? Gadver. Gaan wij dan niet maken met broccoli? Nou, niet als het zo smaakt. Dingen erbij of zo. Oeh. Ja, het is niet per se niet heel lekker. Oh, het is heel vies. Oh, we gaan eruit met een knaller. Aan mijn kant. Heb je er zin in? Oh, dat is heel vies zeker. Kut. Wat is er? Een hapje kan geen kwaad. Dat mag ik niet. Nee. Ja, nee, dat hebben we wel. We hebben het al heel lang niet gegeten. En we hebben er wel over gehad. En toen heb je gezegd: nee, af en toe is het niet zo erg.
Ja, nou weet je misschien ook wel wat het is. Nee. Kijk, okay, doe maar gewoon. Gewoon een klein hapje. Kun je gewoon zo... Ja. Ja? Het is niet zo goed dat het goed zichtbaar is. Dit is die broccoli, maar dan niet. Oh, wacht. Het is nog veel minder dan ik dacht. Het is oké. Okay. Nou! Ik ga kotsen. Oké, okay, mag ik ruiken? Ja hoor! Het ruikt allemaal een beetje hetzelfde. Oké. Okay. Hier doe ik de lepel niet vanaf. Maar het is echt een hele duur structuur ook weer. Ja, het is echt nasty. Ik denk dat hetzelfde merk als de eerste. En alles was hetzelfde merk. Wacht. Het is moeilijk wel hoor. Oké, okay, nog een hapje, maar een beetje een groter hapje. Want het was oh, een lekker klein. Groot hapje. Ik heb het proeven. Kom. Kom, vrienden. Wil je ook babyvoeding? Echt niet waar ik hiervan moet maken. Doe je ogen maar open. Voor biologische producten vind ik dit echt naar heel veel andere dingen smaken allemaal. Oh. Ja, I know. Een wortel? Ja, nu zie je dat het oranje is. Dat is waar. Er zit wortel in, ja. Nou. Maar het smaakt niet zoals die andere. Het is niet allemaal hetzelfde merk, dat kan niet, want het zijn allemaal verschillende potjes. Het is allemaal Biobim. Biobim. Wortel en venkel. Oh, venkel mag ik wel. Oh wel? Nee, toch? Het heeft volgens mij geen venkelzaad. Oh, oké. Okay. En volkoren rijstemeel. Ja, dat zit er iedere keer in. Dat maakt het heel viezig in je mond. Oeh, lekker. Nou weet ik niet wat we ervan moeten komen. Hier, daar ligt het. Doe me daar veel plezier mee. Nee, wat heel vies, hè? Gadver, die vindt het gewoon lekker. Ja. Nou, dit merk hoef ik niet te kopen. Niks ervan vond ik echt wel. Nee. Jawel. Die, nee, die niet. Oké. Okay. Dit is van Bon Bebe. Of Bon Bebe? Bon Bebe? Geen idee. Mogen ook niet doen. Nee. Nee. Doe nou, wat is het? Moet ik het ruiken? Ja. Okay. Nog een keer. Geen idee. Fruit. Nou, we gaan kijken. Wat nog? Er zit appel in, er zit peer in. Wat is het hoofdingrediënt? Peer. Ja.
Want het heeft die... Er zit geen appel in. Niet? Nee. Dan iets met citroen? Nee. Oh, oké. Okay. Mag ik wel wat openen? Het is 81% peer, water, 4% geconcentreerd perensap, gemodificeerd maïszetmeel, vitamine C. Gemodificeerd maïszetmeel, klinkt goed. Ja, peer. Nou, het is samengesteld door voedingsdeskundigen. Ja, dat okay. Maar dat kan niet meer tegenwoordig worden. Oké. Okay. Ja, als je er ook op bijt, dan... Dat is die pers. Ja, dat is de peer, ja. Maar ik vond die peer lekkerder. Ja, hè? Nou, hebben ze toch iets goed gedaan bij de biobim. Nou, de rest vond ik smerig. Vond ik smerig. Oké, ik weet niet wie er gewonnen heeft. Maar jullie zien hieronder de eindstand. Wat vond je ervan? Ik vond het wel leuk. Ja, het is wel snel vies. Ja, het verbaasde me een beetje. Ik dacht ik wil graag positief blijven. De broccoli was echt heel vies. Ja, dat vond ik wel oké, maar ja. Wil je het nog een keer ruiken? Ja, het ruikt echt naar vieze luier. Ja, hij stinkt. Tot rij was er even mee gestopt, we zijn weer terug. Die broccoli is vies. Oké. Okay. Ja, de maan vond ik wel lekker. Ja. Nou, we gaan het wel zien straks. Ja, dat is wel waar. Ik vond vooral deze wel lekker. Die appelpruim en de peerappel van de Biobim. Die heb ik net ook nog leeggegeven. Waar heb je dat van gehaald? Bij de Groene Loper in Rotterdam zit een biologische supermarkt. Daar ben ik geweest. Okay. Nou, dit komt allemaal van de Kruidvat. En ik geloof dat ik er eentje bij de Plus of zo had gaan. Want ik denk dat Bon Bebe was. Maar goed. Ik was over het algemeen wel positief over de ingrediënten. Het zag er allemaal niet heel chemisch uit waar ik een beetje bang voor was. Dus ik denk dat het allemaal wel redelijk oké is. Ik denk dat wij vooral gewoon gaan proberen om het zelf te doen. Maar goed, dat we nu een zien wel. Ja. Ik ben ook benieuwd naar jullie ervaringen met babyvoeding. Hoe doen jullie dat? Vanaf wanneer zijn jullie begonnen met vaste hapjes? Zijn het vaste hapjes? Ik heb geen idee hoe je dit noemt. Met groente- en fruithapjes. En hoe beviel het? En als je nog bepaalde tips hebt, laat vooral even mijn richtje achteronder, want ik ben heel benieuwd. Ja. Jij ook? Ja, natuurlijk. We gaan eens kijken wat we gaan doen. Ja. Voor nu bedankt voor het kijken. En we gaan de restjes aan Luna voeren. Ja, precies. Oké, okay, doei! Ciao! Dag Luna. Jezus, wat ben jij een ongelofelijke doos. Wauw, heb je aandacht tekort of zo? Ja.